Ik heb met Burrito Avenue zo vaak meegemaakt dat op het juiste moment, als ik iets aan het maken was, als ik iets aan het bedenken was, dat er iets gewoon uit de werkelijkheid zich aandiende, dat als een puzzelstukje erin paste. Het is onzin waarschijnlijk. Het heeft iets te maken met je gerichtheid, hè? Dat je dingen ziet die je normaal niet ziet, of dat je dingen opmerkt die je normaal niet opmerkt. Maar het is wel frappant. En ik vond het leuk om ook met Ruska te beginnen, omdat ik in mijn boek Ruska noem, omdat mijn plot een judoka nodig had. Nu moet ik iets vertellen over. Nu ben ik dus terug bij Minute Avenue. Nu moet ik iets vertellen over hoe het boek in elkaar zit. De mensen die het gelezen hebben, die weten dat het een spannend boek is, denk ik. Tenminste, de meeste mensen, behalve van die mevrouw uit Groningen die mijn mailde, vinden het spannend. En dat heb ik heel bewust gedaan, want ik wilde geen thriller schrijven, maar ik wil een dik boek schrijven. En het gevaar van een debutant die een dik boek schrijft, dat weet ik uit de tijd dat ik zelf in de uitgeverij werkte, is dat mensen, zodra ze het ook maar even vervelend vinden, het weg zullen leggen. Want als je geen naam hebt, geen bekende naam hebt, dan is de reden om door te lezen veel kleiner. Als u mij het telefoonboek geeft van, waar zijn we, van Bloemendaal, en zet daarop Philip Roth, dan lees ik het uit.